Goedendag allen en welkom bij Leer Duits met Roland en we zijn alweer aanbeland bij hoofdstuk 2e. En in dit hoofdstuk gaan we het hebben over de verschillende vervoersmiddelen in het Duits, hoe we ze noemen in het Duits. Links heb ik in het Duits, ofwel links heb ik in het zwart de woorden in het Duits staan en rechts in het rood staat de Nederlandse vertalingen. Oké, daar beginnen we. Das Auto. Of der Wagen. Das Auto der Wagen. Das Auto der Wagen. Op zijn Duits wordt overigens ook altijd het onderwerp met hoofdletter geschreven. Das Bas. Das Bas. Das Bas. Der Zug, der Zug, der Zug. Das Boot, das Boot, das Boot. Das Flugzeug, das Flugzeug, das Flugzeug. Der Helikopter, der Helikopter, der Helikopter. Der Lastwagen, der Lastwagen, der Lastwagen, of der LKW, der LKW, der LKW. Dus zoals je ziet, soms zijn er verschillende woorden. Net zoals bij ons in het Nederlands zijn er voor sommige dingen verschillende woorden. Dus, en dan zeg ik, ja, het eigenlijk het en onderwerpen worden op zijn Duits altijd met hoofdletter geschreven. En dat is eigenlijk het enige wat speciaal is voor deze les. Ik denk op zich algemeen dat de uitspraken hier niet heel lastig zullen zijn. Dus ik denk niet dat we daar veel verder in hoeven te gaan. Dus, ja, bedankt dan voor het volgen van deze les. En auf Wiedersehen.